kan je deze video liken voordat ik mijn duimpje omhoog doe. En... In een vorige video heb ik een gigantisch populair spel gespeeld, genaamd Need More Heat. In dat spel wilde ik totaal niet naar school gaan, dus ik probeerde mijn vader te overtuigen dat ik koorts had door mezelf steeds heter en heter te maken. Nu is er ook een vervolg op dat spel, genaamd Need More Cold. Dit keer heb ik koorts, maar wil ik eigenlijk juist heel erg graag naar school, omdat het echt een superleuke schooldag is. Er gebeurt iets geweldigs, ik weet niet precies wat het is, misschien is het een schoolreisje of zo, maar ik moet er dus voor zorgen dat ik mijn moeder overtuig dat ik absoluut en zeker niet ziek ben. Ik vind deze games echt zo leuk om te spelen, want het zijn geweldige verhaaltjes. En over verhalen gesproken, wist je al dat ik met mijn eigen boek uitkom? Zo spannend en ik ben er mega trots op. Het heet Mila en de Magische Dromenvanger, waarin een jong meisje genaamd Mila op avontuur gaat in al haar dromen. Elke nacht kan zij via de Magische Dromenvanger ervoor zorgen dat ze een nieuwe droom uitkiest. En jij kan dat ook. Je mag alle verhaaltjes namelijk helemaal lezen in jouw eigen volgorde. Denk je, dat lijkt me geweldig en wil je er zeker van zijn dat jij het boek in handen krijgt in april wanneer het uitkomt? Check dan eventjes de link in de beschrijving onder deze video om hem te pre-orderen. Dan weet je natuurlijk zeker dat je hem krijgt en laten we dan nu proberen om naar school te gaan. Ha, goedemorgen! Oh, daar lig ik op mijn bureau en ik ben zo ontzettend blij. Ja, vandaag is de dag dat Ariana Grande naar school komt. Moeder wil me alleen wel naar school laten gaan, omdat ik gisteren koorts had. Ik moet haar overtuigen om me naar school te laten gaan. Oh my goodness, dat klinkt zo ongelooflijk leuk. Ariana Grande op school, dat wil ik absoluut en zeker niet missen. Hoewel ik gisteren wel koorts had. Oh kijk, vandaag heb ik wel echt een pyjama aan. Ha, kan ik hier door deze doorheen? Oh ja, maar wat is deze deur dan? Oh, dat is de badkamer, wc. Huh? We zitten ineens in een heel ander huis, joh. Nou, ik denk dat het misschien ook wel een ander verhaal is. Let's see. Oh, daar is mijn moeder. Huh? Lijkt meer op mijn oma. Anyway, laat ik maar eventjes met haar praten. Hoi moeder! Omdat ik de allerbeste zoon ter wereld ben en helemaal niet ziek ben, mag ik vandaag alsjeblieft naar school? Nee, je hebt koorts. Oeh, ze is wel heel erg streng hoor, jongens. Zeker weten? Kan je dit niet nog een keertje checken? Ja, alsjeblieft. Oké, okay. Nou daar gaat ze hoor. 40 graden. Yep. Staat hier dat je koorts hebt, dus je moet thuis blijven. Oh nee, ik moet ervoor zorgen om op de een of andere manier kouder te worden. Ik weet het, zegt hij. Laten we alle ramen openen. Oh, jongens, er is een nieuwtje. Ik ben blijkbaar een jongen. Waaah! Alle ramen openen. Ja, dat is wel een goed idee om inderdaad het huis wat kouder te maken. Raam open. Ik heb meteen 0,4 graden ervan af. Ik moet eventjes zoeken hoor. Jeetje. Oh, hier zijn nog meer ramen. Ja, hoeveel ramen heb ik in totaal? Alle ramen zijn open. Ik moet nu weer met mijn moeder praten. Dit keer moet ik toch wel van die koorts af zijn. Mama, kijk maar eens eventjes. Daar ben ik weer. Wat? Zegt ze. Kan je alsjeblieft nog een keertje mijn temperatuur checken? Alsjeblieft. Ik geloof dat de thermometer niet helemaal juist is. Ze zegt 38 graden. Het is inderdaad wat minder, maar nog steeds koorts. Je moet thuis blijven. Ik denk dat ik het wat harder moet proberen. Misschien moet ik alle lampen uitzetten. Hey, dat is een goed idee. Ah, hier is een lamp. Hier, is dit ook een lamp? Wat is dit? Maar ik wil het uitzetten. Nou ja, maakt niet uit. Dan gaan we naar deze. Die lamp zetten we natuurlijk ook uit. Oh, in deze kamer is er hier een lampje. Yes! Oh jongens, er zijn in totaal 7 lampen. Ik bedenk me nu ineens dat als ik mezelf kouder probeer te maken, dat ik dus wel naar school ga met koorts. Ga ik dan Ariana Grande aansteken? Is dit wel verantwoord, jongens? Lijkt me niet zo slim hoor. We hebben nu 6 van de lampjes uitgedaan. Ik wilde zeggen aangedaan, maar nee. Hier is er ook eentje in de garage. Misschien als ik op dit knopje druk. Ja! Oh, wat heerlijk. Buitenlucht. Dit keer gaat ze mij toch wel naar school laten. 38 graden is niet zo heel erg ver van gewoon normale lichaamstemperatuur. Dus moeder, ja, zoon, de temperatuur. Oké, daar gaat ze weer. Ja, 34 graden, je hebt koorts. Wat? Dat klopt niet. Misschien moet ik alle verwarmingen uitzetten, zeg ik. Laten we checken. Oh, ik weet wat dit is. Het is een verwarming. Nou snap ik het. Dan weet ik sowieso dat er ook een verwarming in mijn kamer zit. Ja, die zetten we uit. Oh, dit is wel satisfying hoor. Er is ook een open haard. Die moet ook uit. Kan ik helaas niet uitdoen. Misschien gebeurt dat later. Hallo? Verwarming. Verwarming. Is er nog... Oh ja, hier is er nog eentje. En dit was de allerlaatste. En dan mag ik weer met mijn moeder praten. Jongens, 34 graden. Dat is echt... Dat is te koud. Moeder, ik geloof nog steeds dat er een mogelijkheid is dat de thermometer het niet goed doet. En, zegt ze... Lekkere moeder heb ik, zeg. Nou, kan je misschien alsjeblieft de temperatuur weer eventjes checken? Ja,
Ze gaat het checken. 28 graden. Nog steeds koorts. Ga terug slapen, zoon. Ik mag nog steeds niet naar school. Misschien moet ik alle ventilatoren aanzetten. 24 graden, wat is dat? Dat is toch zo ongelooflijk raar. Dan heb ik hier ook eentje. Ja joh, die staat gewoon random zomaar in mijn slaapkamer. Oh, dat is eigenlijk best wel een logische plek. Ik weet niet waarom ik dat zeg. Dan is er hier eentje voor bij de bank. Ja, en hier voor bij de keuken. Waarom? Oké, nou weet je, we stellen geen vragen. Moeders, oh moeders! Ik ben helemaal niet ziek meer. Kijk nou eens eventjes naar hoe koud ik ben, mam. Wat doe jij hier nog steeds? Ik dacht dat je naar bed was gegaan. Nee, maar wat is er? Niks. Oh, oké. 12 graden. Zoon, stop alsjeblieft met mij storen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik nog kouder word? Ja! De open haard. Zie je? Ik ben echt heel erg goed in toekomst voorspellen. Waarom is mijn moeder zo gigantisch groot? Het is echt een reus vergeleken met mij. Oh, hier hebben we een open haard. Dan pak ik weer eventjes het emmertje. Moet ik het uit... Oh, wacht eventjes. Ik denk dat ik water in mijn emmertje moet doen. Is er water in de koelkast? Oh, hier. Ja! Ik heb water... Oeh, dat is zo schattig. Ik heb echt water in mijn emmertje. Dan naar de open haard brengen en hupsakee, uitdoen. Dit keer gaat het me lukken, toch, moeder? Kan je alsjeblieft je prachtige thermometer gebruiken op mijn hoofd? Oké, zegt ze. Oeh, goed. Ze heeft me opgemeten en er staat 6 graden. Het is misschien beter als je eventjes een koude douche neemt, zoon. Goed idee, moeder. Moet eerst eventjes mijn pyjama uitdoen, hoor, jongens. Wat? Ik ga nu meteen het bad in. Hupsikidee. Het ziet er echt uit als ijskoud water. Moet er niet aan denken. Maar voor dit spel natuurlijk wel, want ik wil Ariana Grande ontmoeten. Oehoehoe! Kijk hoe koud ik het heb. Oké, moeder. Ik weet zeker dat ik geen koorts heb, zeg ik. Nou, laat me maar eventjes checken. Ik ben echt gewoon bang voor mijn moeder, jongens. 0 graden. Toen ik jouw leeftijd was, was mijn normale temperatuur min 2000. Wat is er mis met haar? Niet alleen is ze een reus. Volgens mij is ze ook stiekem een alien. Help! Help! Weet iemand hoe ik kouder kan worden? Oh, ik kan ook gewoon naar school lopen. Dat is misschien niet helemaal veilig. Ik moet gewoon gaan... ontbijten? Dat is het allerbeste idee. Oké. Waar is het ontbijt? Hier misschien. Nee. Huh? Oh, hier. Waarom staat het ontbijt op de koffietafel? Mam, vertel. Ik heb ontbeten, maar nu voel ik me een stuk kouder. Dus kan je nog een keertje checken? Ja, ze gaat al kijken. Min 5 graden. Ik herinner me ook nog de ventilatie. Misschien als ik het daarin koud maak. Hey, vent. Open. Oké. De luchtsluis. Ja, natuurlijk. Die kunnen we zo koud maken als dat we willen. Als we er maar gewoon ijs in stoppen. Waar moeten we dat vinden? In de koelkast? In de vries? Waar? Hallo? Ijs, ijs, ijs. Wat is dit? Dynamietstaafjes of zo? Ik weet het niet. Oké. Misschien... in de oven. Nee, ik snap er helemaal niks van. Wat is dit? Oh, dat is ijs. Ik heb het. En dan gaan we hier zo naartoe. Hupsakee, dat gaat erin. Nee, het moet erin. Huh? Oh, ik snap het. Ik moet het ijs maken. Moet er waarschijnlijk wat water in. En dan moeten we het hier zo in de vriezer doen. Duh. Oh, ik moet echt heel erg snel dit in de ventilator stoppen. Voordat alles weer smelt. Zo. Hup, moeder. Ik denk dat de... Ik weet niet wat er allemaal staat, maar hij wil in ieder geval dat zijn temperatuur opgemeten wordt. En daar gaat ze al. Min 10 graden. Nou, ga mijn kamer uit, zoon. Oké. Ik moet de verwarming achter in de tuin exploderen. De verwarming kapot maken? Ja, oké, dat begrijp ik wel. Maar we moeten ook voor een explosie zorgen. Dat betekent dat het dus echt super mega heet gaat worden. Oké, ik ga het toch doen. En hupsakee. Intens stare. En de dynamiet zegt, wat wil je, kiddo? Oh, kan je praten? Oké. Ik zeg brand. Wow, heftig. Tijd om mama wat te vertellen. Temperatuur. Ja, daar gaat ze. Min 220 graden. Ga slapen, zegt ze. Er staat hier zo, fill the pool with liquid nitrogen. Ik ga naar de garage. Ah, ik heb het opgepakt. En ik heb het er een beetje moeilijk mee met het dragen. Ik ga ineens ook echt heel erg sloom. Maar ik moet dus naar het zwembad gaan. En ik moet het hele zwembad vullen met dit ding. Dat heet dus liquid nitrogen. Ik heb geen idee hoe ik dat in het Nederlands moet zeggen. Maar geloof me, dit is zo koud. Het is oprecht geen goed idee om dit aan te raken. Dus om er een heel zwembad mee te vullen... dat lijkt me geen goed idee. Wow. De hele omgeving is steeds kouder en blauwer geworden. Ik zie ook allemaal koude wolkjes. Maar ik denk dat het tijd is om hier eventjes in te zwemmen. Here we go. Oeh.
Wow! Oké, tijd om met mama te praten. Oh, wow. Dit ding is nog steeds geëxplodeerd. Laat ik er niet al te lang langs lopen. Mama! Mam, ik voel me echt zo ontzettend goed en vrolijk en leuk. En ha, alsjeblieft, meet mijn temperatuur. Nee, zegt ze. Oh. Moeder, alsjeblieft. Oh, daar gaat ze weer. -320 graden. Zoon, dit is nog steeds koorts. Je verduurt mijn tijd. Ga naar bed. Ik denk dat er buiten een shop is. En die heeft precies wat ik nodig heb. Er was buiten wel iets, zag ik inderdaad. Oh, alles is heel erg blauwig en koud. Maar dat is goed. Want we moeten Ariana Grande ontmoeten. Een shop. Ik zie daar iets. Oh, hier zie ik ook een shop. Hier staat gigantische ventilators om koud te blijven. En wat staat er dan hier zo? Please do it. Ah. Moet ik geld uitgeven? Nee, bedankt. Ik ga wel weer naar die gigantische ventilatoren. Hi. Hey, wil je kou? Ja. En hoeveel zal het kosten? Waarschijnlijk 1 miljoen. Dat kan je betalen, toch? Ja hoor. Oké. Ik stuur het naar je op. Met express delivery. Wow. Het komt in een luchtballon. Kijk nou. En het valt gewoon zo hupsa naast mijn huis. En nu koelt hij mijn hele huis af. Het is zo blauw en koud en brrr, chilly. Ik ben heel erg benieuwd hoeveel van mijn temperatuur er af is gegaan. Dus ik ga mijn moeder weer eventjes laten meten. Moeder, heb jij het niet koud? Zeg maar gewoon dat je wil dat ik je temperatuur check. Oké, mam, kun je het checken alsjeblieft? -1020 graden. Je hebt nog steeds koorts. Ik wil dat je nog steeds thuis blijft. Ik weet het niet meer. Alleen God kan me nu nog helpen. Oké, dan moet ik gaan bidden. Waar moet ik dit doen, jongens? Ik heb echt geen idee. Dit spel laat me wel echt flink wat uitzoeken, hoor. Hallo? Hallo? Oh, daar is die gigantische ventilator weer. Oh. Hier zie ik het. Heb ik echt letterlijk een heel rondje rondom het huis gelopen? Was het gewoon hier buiten? Anyway. Ha. God, allermachtigste. Ik ben gekomen voor uw help. Oh, daar is ze. Met een pony en lang haar. Zegt ze. Slaapt hij? Oh, hij, zij. Ik weet het niet. God, alsjeblieft. Wakker worden. Ugh, wie durft er mij wakker te maken? Oh, spijt me. Ik was het. Wat wil jij? Zegt ze. Hij. Ja, gewoon wat sneeuw om te maken. Wat kou. Dat zou nice zijn. Oké, nou dat was makkelijk. Oh, wow. Dit wordt ineens echt gigantisch en mega koud hier buiten. En er is sneeuw. Yay, het is een sneeuwdag. Oh, wow, kijk naar hoe ontzettend leuk dit er allemaal uitziet. Al die bomen. I love it. En het is zo lekker heerlijk koud. Ik ga ervoor zorgen dat dit het moment is waarop mama mij naar school laat gaan. Kom op, Ariana. Er is nog steeds een mogelijkheid, moeder. Ja, oké. Oh, dat de thermometer kapot is zeker. -2020 graden. Wow, je hebt geen koorts. Grapje. Nou ja zeg, ik dacht yes. Maar nee, niet more cold. Ik heb inderdaad een heel veel meer kou nodig. Ik moet nu iets doen waarvan ik denk, is dat mogelijk? I don't know. Laten we gaan kijken. Ik loop naar buiten. Volgens mij is het hier ergens. Even kijken. Oh ja. Er staat... Gooi een dekentje over de zon. Dat is een geniaal idee. Was dat maar mogelijk in het echt. Maar anyway, in deze game is alles blijkbaar mogelijk. Laten we het gewoon doen. Ariana Grande heeft me nodig. Dit moet gedaan worden. Druk op E en dan ga ik nog sneller. Ik heb meer kou nodig, zegt hij. En nog veel sneller. Hupsakee. Woehoe, ze heeft me nodig. Zo, dat is origineel. Dat heb je net ook al gezegd. Maar goed, laten we nog iets sneller gaan. Daar gaat het. Wow. Huh? Huh? Dat ziet er niet uit als een dekentje. Dat is gewoon een rood vierkant. Anyway, het is gelukt volgens mij. Wow. De wereld is uit. Het is super mega gigantisch donker. Dat betekent dat we eindelijk... naar school kunnen. Oh ja, het is natuurlijk nacht. Want je kan de zon niet zien. Logisch. Mama, mama. Het is heel donker hier. Alle lampen staan uit. En de verwarming is uit. Het is koud. Vertel, alsjeblieft. Wow. -120.020 graden Celsius. Oh. Nou, het ziet er nou uit dat je toch geen koorts hebt. Oké. Je mag naar school. Yes! Eindelijk, jongens. Het is ons gelukt. We mogen naar school. We gaan Ariana Grande ontmoeten. Yay! Oh, wacht. Wel eventjes de deuren dicht doen natuurlijk. En daar gaan we dan. Deurtje dicht. Daar is de schoolbus. En er zit helemaal niemand op.
Ja, die hebben natuurlijk een sneeuwdag. Ha, nou dan ben ik de enige die haar gaat ontmoeten. Ik vind het prima. Let's go to school. Goede einde, misschien. Maar je hebt wel Ariana Grande ontmoet. Los van dat de wereld gewoon één groot ijsblokje is, was dat echt een gigantisch groot avontuur. Wat was het moeilijk om een moeder te overtuigen, jongens. Maar zo leuk. En het is ons gewoon gelukt. 10 second wrap-out. Maya, Lisa, Lala, Lynn, Mia, Marcelina, Elsa, Minder, Haal, Samantha, Isa, Angelina, Felina, Nola, Olivia, Hilde, Jona, Yara, Elisa en Charlotte, Igor, Robin, Sarah, Cara. Denk je, dit was leuk, maar ik wil nog veel meer zien? Dan heb ik goed nieuws voor je, want je kan hier klikken om nog een video van mij te bekijken. En wil je ook kans maken om met je naam en je reactie in de 10 second wrap-out van volgende week te komen? Dan hoef je alleen maar eventjes een woordje wrap-out te commenten onder deze video. Wie weet zie en hoor jouw naam wel weer terug in de volgende Fat Friday. En dan zie ik jou natuurlijk weer in de volgende video. Doei doei!